De bekende presentatrice Angela Groothuizen lijkt niet echt te treuren over het vertrek van Eva Jinek bij RTL 4. Hoewel ze af en toe naar de presentatrice zapte, onthult ze dat ze doorgaans snel weer wegklikt. Het recente nieuws van Eva Jinek's overstap naar de publieke omroep, terwijl ze hoogzwanger is, heeft voor opschudding gezorgd. Na haar bevallingsverlof zal ze aan de slag gaan bij Avro Tros, hoogstwaarschijnlijk met een 7-uur talkshow. Hoewel het vertrek van Eva Jinek een verlies lijkt voor RTL 4, is het niet echt een ramp. De zender heeft nog 3 talkshowhosts over, waarvan 2 met duidelijk charisma. Ondertussen willen Bo van Erve-Dorens en Humberto Tan niet al te lang op het late avondslot verschijnen. En Renze Klamer wordt niet gezien als het ideale boegbeeld voor het opiniehoekje van de zender. Wat betreft Angela Groothuizen lijkt het erop dat ze Eva Jinek niet echt zal missen. Ze geeft toe dat ze Eva's programma vaak wegzapt. Soms vang ik een stukje van Jinek op, maar meestal schakel ik snel weg, omdat ik dagelijks veel kranten lees en de meeste besproken onderwerpen al ken, onthult ze in een interview met Tros Kompas. Dus waar kijkt Angela dan wel graag naar? Ik volg het journaal, soms kijk ik naar First Dates en De Droom van de Jeugd. Die laatste serie neem ik op, maar soms vergeet ik te kijken. Gelukkig is dat geen probleem, want dan kan ik later een bingesessie houden. Haar absolute favoriet is het programma Kamp van Koningsbrugge. Dat programma vind ik geweldig. Er verscheen onlangs een video op internet waarin ik zei dat ik eraan zou willen deelnemen, maar dat is niet waar, kom op. Bovendien denk ik dat ik het niet eens vol zou kunnen houden. Hoe kan het dan dat er berichten verschijnen op websites zoals RTL Boulevard? Er is wat geknipt en geplakt met een antwoord dat ik gaf op een andere vraag, het is dus duidelijk clickbait.